De haartjes laten los. En daarna zijn we samen kaal. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve Pitaties. Welkom bij weer een nieuwe video. Welkom. Ik kijk wat Track & Balls hier met dat kapsel zo, joh. Nou, het is lekker zondag. Ik heb wel wat meer last van mijn getrokken verstandskies. Maar daar verbijt ik me wel doorheen. Hoe voel jij je? Ik heb een beetje rood hoofd de hele tijd. Je bent nou ook wel wat warmer dan gisteren. Ja. Die sproetjes komen er ook mooi uit zo. Ook nog. Ja. Ik kan ook nog even gedag zeggen. Jullie gaan lekker naar het theater straks? Ja, want mijn nichtje Lindy die speelt in het Rijswijkse Theater. Ja. Dus dat vind ik super leuk dat ik daar... dat ik me goed genoeg voel om lekker te kunnen kijken naar haar. Ja, superleuk. Nou, ik blijf thuis klussen, want tussen bedrijven door, ik geef me even aan jou. Waren we ook nog steeds aan een badkamer begonnen. Ja. Ik moet zeggen... Even wat licht maken. Eigenlijk ben ik best trots. Ja? Eigenlijk ben ik best... Zie je leuk uit, man. Dankjewel, ik ga naar mijn kleindochter. Ja. Die heeft er uitvoering. Ja, dus dit hebben we allemaal gedaan voor iedereen die het begin gezien heeft. Want we zijn natuurlijk in februari begonnen met, weet je nog, die tegels hakken. Ja. Daar begon het mee, hè? Toen deed ik ook nog mee. Voor de rest heeft Sergio alles gedaan. Ja, maar dat geeft toch niks. Je hebt mentale steun. En nou ja, dus we hebben het plafond erin gezet, ik heb de hele elektriciteit gelegd. Ik heb ook nog een keer stoppen laten klappen en zo. het was een weg van ups en downs. Ja, nou, ik heb echt wel heel veel geleerd. En ook wel, ik zou dingen anders gedaan hebben, makkelijker zeg maar dat leer je gaandeweg. Dus nu hebben we dus de muren, het plafond zit erin, ik ben nu bezig met de gebrit. Ik heb alle leidingwerk zeg maar, heb ik aangesloten. Ik heb ook wel even 2-3 keer los moeten halen en weer vast moeten doen voordat het echt stopte met lekken. Dat is nu gelukt. Nu moet ik nog deze zeg maar wat gaatjes maken. Dicht maken en dan kunnen we eindelijk gaan tegelen. Ja. Kunnen we eindelijk gaan tegelen. Ja. Dan zal het zo anders zijn. Ja. Dan krijgen we echt een badkamer. Superleuk. Dus dat. Nou. Ja, ik ga even verder. Zo, we zijn weer opgemaakt. Outfitje aan. En met het opmaken, ja, dan kom je er dus ook achter dat er nog steeds haartjes aan het uitvallen zijn natuurlijk. Je denkt ook van, hoe ver moet ik nou gaan om de rest ook een beetje te blenden? Maar dan zie je dus wel, ik weet niet of jullie het ook kunnen zien. Kijk. De haartjes laten los. Ach ja, het wordt steeds kaler. Het grootste gedeelte is er al af, dus we beginnen eraan te wennen. Goedemiddag, het is vandaag 12 juli. Gisteren ben ik gezellig met mijn moeder naar het Rijswijks Theater geweest, waar mijn nichtje ging optreden. En ik moet zeggen, ze heeft echt talent. Ze kan echt heel goed acteren, moet ik zeggen. Het is super tof om te zien en ik ben blij dat ik toch erbij aanwezig kon zijn. Ik voel me op zich redelijk, maar ik weet niet. Het is toch helaas weer een beetje ingehaald. Ik had een paar goede dagen en daar ben ik ook heel blij mee dat die goed zijn geweest. Maar ik heb nu toch weer last van mijn longen gekregen. Ik heb weer een soort van kriebel. Die ontstaat als ik ga liggen, waardoor ik dus weer heel... Sorry, ik ben ondertussen even een broodje aan het maken. Waardoor ik dus ondertussen heel slecht slaap. En
Ja, ik had, we hadden verteld, ik mag naar de wc. Blij. Ik ben naar de wc geweest, vervolgens krijg ik weer diarree. Dan is het weer verstopt. Buikpijn. Zweten als een malle door die, door die overgang natuurlijk. Die overgang die komt zowel van de eierstokprik als van de chemo zelf. Ja, het is gewoon jammer dat het ene het andere weer opvolgt. En het is zoveel de hele tijd. En ik merk dat ik een beetje moe ben. Maar ja, dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Dat komt ook door het slechte slapen natuurlijk. In ieder geval komt mijn schoonzus Elena vandaag. En die wilde even wat voor ons kunnen betekenen. Dus die komt lekker deze kant op. Gezellig. En ik kan dan lekker Jesse Silver meenemen ergens naartoe. Of kan ik ook even wat rusten. En dan leidt hij er niet om, maar dan kan hij gewoon lekker spelen. Hoewel hij zich prima vermaakt. In de tuin en achter de tablet. En ja, hij doet het zo goed. Ik ben zo trots op mijn kleine vent. En ik geniet wel echt elke dag van hem. En je ziet gewoon dat hij sprongetjes maakt. En dat is zo gaaf. Dat hij echt fantasie heeft en echt verhalen begint te vertellen nu. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor dat ik daar nu eigenlijk nog meer bovenop zit. Zo, nou Elena en Melanie die zijn daar. Hey. En het... Sky heeft begonnen met regenen. Wat zingen we dan, Jess? Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. Als je hem hebt, dan heb je hem. Die schatje kan het nog maken. Het regent, het regent. Dyson die doet goed zijn werk, maakt het lekker wat vochtiger hier, waardoor het toch voor René wat fijner is. Alleen wel weer veel hoesten vandaag, dat is dan wel jammer, maar hopelijk komt dat ook weer goed. En mijn zus is geweest, gezellig, die is net naar huis en René is kapot. Dus we gaan lekker slapen. Ik moet morgen weer werken. Dus... Met jouw kaak. Ja, dat gaat goed. Ik dacht, laat ik de keizerreuk bellen om de volgende in te plannen. Maar ik voel het af en toe wel kloppen en zo. En als ik al gegeten heb, dan denk ik, wel een aardig gat. Dus ik wacht nog eventjes. Een weekje langer. Ik ben toen... Nu al in de voorbereidingen voor Turkije, voor mijn haartransplantatie. En ik hoop nog dat ik iemand kan vinden die meegaat. En anders ga ik gewoon lekker alleen. Want het is toch niet hetzelfde zonder René. Dus ja, het is 4 daagjes. Dus. Ook nog baren, dat stond ook nog op de planning. Ja. Ook helemaal de soep. Nou ja, ik ben nog nooit in Turkije geweest, dus ik had het graag met jou willen zien. En natuurlijk gewoon jouw steun willen hebben na de behandeling.
Ja. Dat was voor iets leuks. Ja. Maar jij gaat mij steunen op afstand. Sowieso. Dat komt helemaal goed. En daarna zijn we samen kaal. Ja. Nou, dankjewel weer voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te reageren, maar dat doen jullie massaal. Dat is superleuk. Ik ben wel vaak werker. René die probeert te reageren op alles en iedereen, maar ja, soms laat de energie het niet helemaal toe. Maar we vinden het wel echt superleuk om te lezen en jullie ervaringen mee te krijgen. Dus dankjewel daarvoor. Vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je weer alle video's meekrijgt die wij uploaden. En dan zeg ik voor nu, slaap lekker en tot de volgende keer. Ciao. Ciao. I just wanna see where your love can take me.